Het zandtransport in Beuningen. De beslissing leek genomen, maar tegenstanders weigeren zich neer te leggen bij het zandtransport per vrachtwagen. Zeker nu er steeds meer bekend wordt over de afspraken die wel of niet gemaakt zijn tussen Beuningen, Nijmegen en de provincie, ruikt de oppositie van Beuningen kansen om nog eens verder te discussiëren over het onderwerp. Onder hen lijsttrekker van de Beuningse Partij van de Arbeid, Sijmen Versluis. Er is groot verschil tussen wat er zwart op wit in een verslag van 11 december staat, van een bespreking tussen wethouders van Nijmegen, Beuningen en ambtenaren. En als je dan mensen die daarbij aanwezig waren in de raadsvergadering dingen hoort zeggen waarvan ik zeg, hey, dat is een heel ander verhaal dan ik daar gelezen heb. Ja, dat heeft wel behoorlijk nieuws opgeleverd, omdat er is een motie aangenomen waarbij de Raad van Nijmegen met uitzondering van D66 heeft gezegd van wij betalen geen geld aan Beuningen. En wat nog veel belangrijker is, dat de Raad van Nijmegen wil dat er een goed stuk komt waarin de afweging tussen afvoer per band en afvoer per vrachtauto goed in kaart wordt gebracht. En dat er een zorgvuldige keuze moet worden gemaakt, hè, hoe het uiteindelijk gaat gebeuren. Dat is uitermate vreemd. Ik ben wel van mening in de stukken die wij van BMW van Beuningen hebben gekregen, dat daar in een halve zin de afvoer per band wordt weggeschrapt en dat er gewoon op auto's wordt gefocust. En daar heb ik ook in de raad opmerkingen over gemaakt. En ja, wat mij betreft is nu aan de orde dat het besluit in Beuningen eigenlijk teruggedraaid moet worden. En de beste oplossing is dat de Raad van Beuningen en Nijmegen samen om tafel gaan, hè, om kennis te nemen van de toelichting en de afweging. En dat er ook, dat is ook gisteren in Nijmegen gesuggereerd, dat er een eenduidig voorstel zou moeten komen dat zowel in de Raad van Beuningen als van Nijmegen wordt behandeld. Dat moet eigenlijk nog een keer gebeuren, ja. Het is eigenlijk een hele vreemde situatie dat we in Beuningen hebben gezegd van wij kunnen nu geen besluit nemen, hè, want de Raad van Nijmegen, we weten niet hoe die erover denken. Nou, nu is het andersom. Nu hebben we gisteren gehoord dat de Raad van Nijmegen zegt van dit willen we niet en wij willen nog een zorgvuldige afweging maken. Dat betekent dat ook Beuningen daarin mee moet en dat je dat echt samen moet oplossen. Nou, het winnen van die plas en het afvoeren van dat zand, hè, dat gaat totaal wel 25 miljoen kosten, hè, aan de gemeenschap. Maar nu komt het tussen de 4 en 5 miljoen, hè, nog boven het reeds geleden schade komt er nog bovenop.